Hallo, welkom bij Draadje Los. Vandaag geef ik jullie eventjes een update van het tweede avontuur van mijn oma's kleed. Eventjes voor de nieuwe kijkers, mensen die nog niet zo lang abonnees zijn. Ik had een tafelkleed, een geborduurd tafelkleed van mijn oma. Die had dat voor mij gemaakt, jaren geleden. Ze leeft ook al heel lang niet meer. En daar had ze ontzettend veel werk aan gehad. En dat kleed is jaren door ons ook veel gebruikt. Met als gevolg dat er op een gegeven moment vlekken in kwamen die er niet meer uit gingen. En bij het opruimen van de spullen zei Pieter nog van joh, doe het weg. Maar dat kon ik niet. Ze had er zoveel werk aan gehad. En ik heb dat kleed dus in een box gestopt. Zo van, daar ga ik een keer wat mee doen. En toen kwam ik op het idee om de goede stukjes, want die zaten er zat in, borduurwerk, roosjes, eruit te knippen en dat te verwerken in een patchwork kleed of iets dergelijks. Ik zat eerst nog te denken aan een placemat. En, nou ja, goed, lang verhaal kort. Ik heb er al eerder een loper van gemaakt, ietsje korter dan deze. Deze bestaat uit 5 bloemen en die andere bestond uit 4. En die is inmiddels aan mijn broer en schoonzusje gegeven als een soort van herinnering ook aan onze oma. En deze wordt voor mezelf. En die eerste, daar zal ik zo eventjes een foto van invoegen, is ook met dit soort bloemen, maar dan 4, ook aan elkaar en opgevuld. Maar met andere stofjes, wat meer ja, romantische stofjes met wat zachtere kleurtjes. En deze, het principe is ook hetzelfde, ook weer met bloemen opgevuld. Ik heb daar 6 hoekjes van gemaakt. Ik zal zo even laten zien hoe dat in elkaar zit. Het principe is dus gelijk van deze, ook weer met bloemen, met opgevuld. Komt nog een rand omheen. Alleen deze wordt ietsje langer voor onze tafel. En alleen door andere stofjes te gebruiken, wat fellere kleurtjes, wat moderner, wat strakker, geeft het een totaal ander beeld. Blijft een tafelloper, maar hij ziet er echt heel anders uit. En dat vind ik altijd zo leuk met dat soort werk, dat je gewoon soms door hele kleine subtiele veranderingetjes toch een totaal ander product kunt maken. Ik vind dat blijft me altijd fascineren. Nou, die loper die bestaat dus uit 6 hoekjes, zoals je dat ziet. En het is de, ja, ze noemen dat de quilt as you go techniek. Je kunt dat op verschillende manieren kan je quilten. Hè. Je kan eerst allemaal lapjes aan elkaar zetten tot een geheel. Dan doe je daar vulling tussen. Dat is dit soort spul. Heb je ook in allerlei diktes en materialen. Dat doe je er dan onder en daaronder komt dan nog een lap. En dan ga je dat doorpitten. Het zij met de hand, rijgsteekjes of met de naaimachine wordt ook gedaan. Dat is het eigenlijke quilten. Hè. De lagen op elkaar hechten. Maar quilt as you go, dan maak je dus eerst de vormpjes, in dit geval 6 hoekjes. En die rijg je dan door. Je kan ook zien hier dat dit al die 6 hoekjes zijn doorgeregen. En die kant-en-klare 6 hoekjes, die zet je dan aan elkaar. Zodat je dus eigenlijk het quilten van tevoren al hebt gedaan. Nou, over de loper zo meteen meer. Ik zal even laten zien hoe dat dan in elkaar zit. Ik voeg eerst even, want jullie hebben nu deze kant gezien. Kijk, hier heb ik dus 3 van die bloemen. Zitten er nog 2 aan. En hier heb ik het al opgevuld met een ander kleurtje. En dan komt er nog een rand omheen. Dat laat ik zo zien. En aan de achterkant is die dus effen, dus bloemen. Daar zit dit, is met dit opgevuld. En daar komt dan een rand omheen van deze kleur. Helemaal zo rondom. Nou, dan voeg ik nu even de foto in om het verschil te laten zien met die andere loper. Dit is de eerste loper. Dat is de voorkant ervan. En dit is de achterkant van die eerste loper. Wat een verschil, hè? Ik vind dat zo grappig. Nou, ik laat even zien hoe zo'n 6-hoekje nou in elkaar zit, voordat ik het aan elkaar zet. Jullie hebben hier al de lapjes gezien. En bestaat uit 3 lagen. Je hebt een grote 6-hoek.
dan een klein zeshoekje van stof en een klein zeshoekje van vulling. Dit is fiberfil. Het is synthetisch. Het bestaat ook in wol en katoen. En het hangt er een beetje van af wat je maakt, welke je gebruikt en welke dikte je gebruikt. Dit hoeft niet zo heel dik te zijn. Het had zelfs voor die loper nog dunner gekund, maar dat had ik niet. En ik had heel veel van dit. Dus ja, als ik iets heb liggen wat ook bruikbaar is, dan koop ik het liever niet. Dus, en dit is prima zo. En ja, het bestaat dus inderdaad ook nog dikker en van andere materialen. Nou, bijvoorbeeld wol kan ik me voorstellen dat dat heel lekker is als je bijvoorbeeld een deken wil maken die lekker warm moet zijn. En ja, katoen is dan weer wat luchtiger, gedraagt zich ook anders. En synthetisch, daarvan vind ik dan weer het voordeel dat het heel makkelijk in de wasmachine kan. Nou, je legt dat grote lapje met de goede kant naar beneden, dus met de verkeerde kant naar boven, leg je neer. Daar leg je de vulling op. Daar leg je het lapje op. En dan moet dat geregen worden. Nou, dat heb ik dus hier gedaan, bij dit lapje. Heb ik dat doorgeregen. Ik zet het in het midden even vast. Met een magneetje of een speldje. En ik reig dat door. En ik heb dat gedaan in de kleur garen. Die past bij de ondergrondlap. Vervolgens ga je dat omzoomen. Je slaat een klein stukje om. Dat vouw je er overheen. Ik speld dat dan in de hoekjes vast. Dat zie je hier. En dan ga ik dat met hele kleine steekjes naai ik dat vast. Dan maak ik steken als ik dan hier aankom, even een paar steekjes omhoog, dan weer terug en dan naai ik dat zo helemaal vast. Nou, dan heb je dus allemaal van die vormpjes en die kan je dan met de overhandse steek, leg je de goede kanten op elkaar, naai je dat aan elkaar. Neem je steeds maar een paar draadjes van de stof op en dan naai je dat aan elkaar tot een geheel. Dus dat is een beetje het principe van hoe dat in elkaar zit. Nou, ik heb een beetje nagedacht over de kleuren die ik wil. Ik liet het net al zien, als je aan de achterkant kijkt, daar zijn ze natuurlijk allemaal effen. Nou, ik heb hier tussen de bloemen heb ik al opgevuld met groen. En daar komen deze hier nog tussen. Zo. Dan is die opgevuld. Je kan zo'n ding ook afwerken met halve hexagons die zo zijn doorgeknipt, zodat je een rechte rand krijgt. Maar ik vind het zigzagrandje juist wel leuk, dus ik laat dat zo. En de bedoeling is dat hier helemaal omheen dan nog een rand komt. En de bedoeling is dat die dan in deze kleur komt. Een roze rand. Zo poppen die bloemen er mooi uit. En ja, dan die rand eromheen maakt het dan tot een geheel. Aan de voorkant bijna al die bloemen met die roze achterkant krijgen dit groene voorkantje, dus dit kleurtje. En dus ja, ik kan het nu niet zo heel goed laten zien, maar de bedoeling is dus dat dat dan zo wordt opgevuld, die hele rand. Kunnen jullie dat zien? Ja. Met deze kleurencombinatie. Maar ik vond dat een beetje saai. Want ik dacht, ja, dan wordt dit wel helemaal een beetje veel van hetzelfde. En toen dacht ik, nou, ik had nog een paar klein stukje van dat harde roze en dat groen over. En toen dacht ik, nou, dan kan ik overal zoveel mogelijk deze. Maar dan doe ik in het midden van die bloemen, geef ik hem, hè, dus de achterkant wordt overal hetzelfde, maar in het midden van die bloemen geef ik hem dan een van deze felle kleurtjes. Nou, ik had nog net een restje, ik denk dat, maar geeft het net wat meer leven. Ik heb dus vier van die groene lapjes. Die komen dan aan weerskanten. Zo komt dat dan van de roze bloemen en de roze lapjes. Ik zal het even een stukje opschuiven, dat het in beeld blijft.
Een roze en een groene bloem. Zo'n groen lapje bij de roze bloemen en een roos lapje bij de groene bloemen. Zo. En natuurlijk ook bij die andere bloemen hetzelfde. En dan vul ik dat dus op met deze. Even kijken hoor, hier zou dan nog zo'n groen lapje komen. En dan vul ik dat dus op met deze kleur. Met dan een roze randje eromheen. Dus hier zit dan nog een roze randje. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Ik denk dat ik... Dan komen die bloemen er heel mooi uit. En dan heeft hij ook wat meer breedte. Want ja, zo'n loper mag best wel wat breder zijn. Dus zo ga ik het doen. Alleen, ik ontdekte. En dat geeft me dan weer een dilemma. Als het goed is en ik heb goed geteld, heb ik dus precies genoeg lapjes geknipt. Ik heb nog stof over van dit. En van dit heb ik nog stof over. En ik denk dat ik dat nodig ga hebben, want ik legde hem even op de tafel. Onze lage tafel, salontafel, zal ik maar even zeggen. En toen bleek dat hij exact, als ik hem er zo opleg, exact precies de lengte van de tafel heeft. Dat is gewoon toeval. Daar is niet over nagedacht, dat is gewoon toeval. Dus dit komt precies op de rand van de tafel. Maar er komt nog een rand omheen. Dus dat betekent dat hij dan zo'n stukje over de tafel heen komt. En daar zit dus een beetje mijn probleem. Want omdat het opgevuld is, hangt dat niet naar beneden. En dat is natuurlijk een heel raar gezicht. Dat je tafelloper, hè, want een loper is mee. Ik heb een geweven loper nu op tafel liggen. Dat is soepel en dat hangt gewoon aan twee kanten, hangt dat over. Dan zou je misschien zeggen, joh, dan doe je het niet eromheen. Dan doe je alleen maar boven aan de zijkant een rand. Maar dan vind ik het er onaf uitzien. Want ik vind eigenlijk dat die bloemen aan alle kanten omsloten moeten zijn. Hè, dat is bij die middelste bloemen ook. En ja, als ik dat aan de kanten niet doe, dan, ja, ik vind dat op de een of andere manier er onaf uitzien. Maar ja, om nou helemaal nog een extra rand, dat wordt ook, dan wordt hij weer veel te groot. Dus ik zit te denken om eventueel, ik weet nog niet hoe ik het ga doen, maar als je dan zo, hè, dit is dan de rand die er omheen komt. Nou ja, deze krijgt dan een andere kleur, maar even voor het idee. Zo. Zo komt dat dan. Even kijken, is het... Ja, het is nog in beeld. En dan zou dus... dit gedeelte zou dan zo net uitsteken, maar niet gaan hangen. Dus ik denk dat ik dan, om te voorkomen dat het te groot wordt, misschien toch ga kijken of ik misschien alleen aan de kanten iets kan doen. Dat ik hem bijvoorbeeld zo opvul, dat je een soort punt krijgt. Dit is wel raar met die happen eruit, hè? Ziet er wel gek uit. Oh, dat kan wel. Zo. Ja, dan heb ik zo die rand eromheen. Even kijken, dat zit dan zo en dan komen er 1, 2, 3, 4, 5. Dan zou ik dus voor beide kanten zou ik dus 10 extra hexagonnetjes moeten maken. Die dan, zodat het dit gedeelte over de tafel hangt, zou ik nog kunnen doen. En anders kan ik eventueel nog iets eraan hangen wat zwaar is. Ik weet het nog niet. Dan vind ik het wel leuk om dan in ieder geval die middelste, om daar dan toch nog zo'n stukje met zo'n roosje in te doen. Of misschien juist wel drie. Dat ik die drie, dat ik dan dit motiefje en deze hier nog een keertje terug laat komen aan beide kanten. Dat is misschien ook wel leuk. Ik heb nog van dat kleed liggen, dus zou ik ook nog kunnen doen.
Ik denk er nog over na. Ik ga in ieder geval eerst deze hele rand maken. En dan leg ik hem neer. Want misschien valt het wel mee bij nader inzien. Dat zou ook nog kunnen, hè? Dus ik maak hem zoals ik hem in mijn hoofd had. En dan leg ik hem op tafel. Dan kijk ik hoe die ligt. Is het acceptabel of hangt het toch een beetje? Dan laat ik het zo. En anders dan ga ik hier wat op verzinnen. Dat is wel het voordeel van quilt as you go. Dat je kan hem altijd nog uitbreiden, want je dingetjes zijn al klaar. Dus je kan er altijd nog wat mee doen. Wat ik eventueel trouwens ook nog zou kunnen doen, dat is misschien ook nog een idee, dat ik hem gewoon zo doe. Dat ik één lapje eraan naai. Weet je, dat hangt hij ongeveer vanaf hier aan de tafel. Dan één lapje en dat ik daar iets aan maak met iets van een hele mooie glazen kraal of iets dergelijks. En natuurlijk aan de andere kant ook, als verzwaring. Moet dan wel zo dat het eraf kan, want hij moet natuurlijk wel gewassen kunnen worden. Kan ik ook nog doen. Vind ik eigenlijk nog wel leuk. Dan bungelt er aan de zijkant van de tafel wat. Vind ik ook nog wel. Daar ga ik over nadenken. Vind ik ook wel een optie. Dat je gewoon eens zo'n dingetje om. Ja. Ga ik over nadenken. Mochten jullie nog ideeën hebben dat je denkt van joh, hè, je kan dat ook zo doen. Dan hoor ik dat graag. Laat dan vooral een reactie achter onder deze video. Want misschien is er wel iemand van jullie die dit zit te kijken en een knalgoed idee heeft waar ik helemaal niet aan denk. Want dat kan, hè. Dan hoor ik dat graag. En dan ga ik toch eens, ja, wie weet, is er nog wel iets anders wat ik zou kunnen doen en waar ik nu helemaal niet aan denk en waarvan ik misschien wel zeg van, oh, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Dus laat dat vooral weten als je een goed idee hebt. In ieder geval, voor zover, hij krijgt wel aardig vorm. Ik vind het nog steeds heel leuk om eraan te werken. Komt natuurlijk ook door al die kleurtjes. En ja, zeker dat rijgen en dat naaien, weet je. Ik neem dan zo'n stapeltje. Onderhand zit ik wat te kijken. En dan neem ik zo'n stapeltje en dan rijg ik weer. Zoals nu heb ik er weer 10 heb ik er geregen. Deze zijn gespeld. Deze 4 ga ik nog naaien. Dan zet ik ze er meteen tussen. En dan ga ik deze eens even spelden. Dan ga ik er weer een paar rijgen. Dan ga ik er weer een paar naaien. Zo iedere keer wat anders. En ja, ik vind hem leuk worden. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om dit te kijken. Als dat zo is, geef even dat duimpje omhoog. En nogmaals, mochten jullie nou nog een idee hebben voor de zijkanten, laat het even weten. Dat zou ik leuk vinden. In ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Doeg!